Welkom bij een blik op Lost Aurora. Lost Aurora is een spel voor 1 tot 4 spelers vanaf 13 jaar en voor een potje staat 60 tot 90 minuten. En in Lost Aurora bevind je je op een ijzige vlakte en daar wil je eigenlijk weg, want er valt echt niks te vinden. Behalve dan misschien een beetje gespuis. En je wil daarom de Lost Aurora halen. En de Lost Aurora is het schip dat je wil halen en die ligt hier en die gaat tijdens het spel steeds verder varen. En aan jou is dus de taak om zo snel mogelijk bij het schip te komen en ervoor te zorgen dat jij die Lost Aurora haalt. Op weg uit dit eigenlijk. Nou, inderdaad. Je wil gewoon zo snel mogelijk weg. Dat is de samenvatting. Precies. En wat probeer je onderweg eigenlijk tegen te komen? Dat zijn overwinningspunten. Want uiteindelijk wint degene met de meeste overwinningspunten. Je ziet allemaal van die sterren staan op verschillende plekken en op verschillende kaarten. En elke ster is aan het einde van het spel 1 punt waard. En met zoveel mogelijk sterren win je in het spel. Maar je kunt dus ook gespuis onderweg tegenkomen die zorgt voor schade. Je kunt grondstoffen proberen te verzamelen. Kogels om wat schade terug te doen. Voedsel heb je nodig om kaarten wat beter te maken. Daarnaast heb je natuurlijk ook benzine nodig om weg te kunnen. Ja. Dus dat probeer je allemaal te vinden in The Lost Aurora. In deze video gaan we niet Lost Aurora tot in de details uitleggen, maar we gaan je wel een beeld geven op het spel, zodat je weet of het wat voor jou is. Nou, Lost Aurora die gaat in rondes en elke ronde bestaat uit 5 fasen. Die fasen die zie je ook bovenaan je spelersbordje staan en die doorloop je eigenlijk elke keer en dan begin je weer bovenaan. De eerste fase is exploration. Je hebt namelijk allemaal crewleden, die heb je hieronder in kaarten. Die hebben een waarde en die waarde kun je weer uit gaan geven om dingen te kopen. Die crewleden die zie je ook op deze leuke poppetjes in je auto, want elk crewlid moet ook een plekje in jouw auto hebben en daar hebben ze natuurlijk eigenlijk een plekje bezet die je dan niet kan gebruiken voor andere dingen zoals bijvoorbeeld voor grondstoffen. Deze leuke poppetjes zijn overigens wel een upgrade. Het basisspel is iets simpeler, maar de upgrade die zorgt dus voor deze mooie dingetjes en de mooie resources. Maar goed, die exploration fase dus. Daarin ga je dus die poppetjes uitgeven om dingen te kopen. En hier zie je bijvoorbeeld allemaal dingen die je kan kopen. Je kan je auto uitbreiden. Ik heb net een hele coole machine gun op mijn auto gezet. Super cool. Obviously. Maar je kan ook nieuwe grondstoffen kopen of ruilen. Of je kan nieuwe crewleden aannemen. Dan krijg je dus meer kaarten om uit te geven, maar er komt ook weer een poppetje in je auto. En je ziet op deze kaarten ook alvast welke vijanden er later weer in het spel terugkomen. Maar goed, van het verzamelen van die kaarten word je natuurlijk wel moe. Dus telkens als je een kaart uitgeeft of voor een nieuwe kaart en je kunt ze ook inzetten om schade te herstellen, dan gaan ze naar de linkerkant van je spelersbordje toe. Dus uiteindelijk na de exploration phase liggen alle kaarten aan de linkerkant van je spelersbordje. En tijdens fase 2, de rest phase, ga je ervoor zorgen dat ze hopelijk weer aan de rechterkant komen, zodat je ze weer kan gebruiken. En dat gaat als volgt. Je kunt er voedsel inzetten om ze van de exploration phase, of van de exhausted zone moet ik zeggen, naar de rest zone te verplaatsen. En daarna gaat alles van de restzone terug naar de actieve zone. Dus die kun je weer inzetten. En als je dat gehad hebt, dan gaan de laatste kaarten van de exhausted zone weer naar de restzone. Oftewel, als je een kaart naar de exhausted zone moet verplaatsen, heb je er eigenlijk 2 beurten niks aan. Want ze gaan eerst naar de restzone toe en daarna pas weer naar de actieve zone. Fase 3 is movement en zoals je zal begrijpen is dat heel belangrijk in het spel, want je bent onderweg naar die boot. Nou, hoe ga je nou bewegen? Allereerst moet je daarvoor een benzine inleveren en dan kijk je naar hoeveel stappen jouw auto mag zetten. Deze auto mag standaard 2 stappen zetten, maar uiteraard kan je dat upgraden met deze kaarten. De co-pilot zorgt nog voor een extra stap als die hier ligt en er zijn nog meer manieren om extra stappen te krijgen. Nou, die tel je allemaal bij elkaar op en die stappen ga je zetten met je auto. Nou, hier ga ik zo 1, 2, 3, enzovoort, enzovoort. Als ik bij zo'n token kom, dan moet ik die nemen. Dat is soms een bonus, maar soms ook niet, want contamination, daar zit niemand op te wachten. Maar zo ga je verder en zo probeer je zo snel mogelijk bij de boot te komen. Eén klein detail nog. Als je winterbanden hebt, die heb ik niet op deze auto, maar die kan ik wel upgraden. Dan mag je deze shortcuts nemen. Dus dan ga je, waar zit er nog meer in? Hier en hier ga je veel sneller lopen. En dan fase 4, de Fire Weapons Phase. En daar krijg je te maken met het gespuis dat ook in het landschap zit. Als het er zit, want dat hoeft als natuurlijk niet. Hoeft niet per se, maar als er zo'n vijandkaart ligt in de Exploration rij, dan pak je die en die leg je neer in het gebied van de leider die voorop rijdt in de stoet. En dat is in dit geval de Valley. Zij komt hier te liggen en dan zie je hier een ambush staan. En dat geldt voor iedereen in dit gebied.
over het algemeen krijg je schade en daar zit je niet op te wachten. Yes. En dan pak je zo'n kaart en daar zie je op staan hoeveel schade deze vijand nodig heeft om verslagen te worden. En met twee spelers is dat bij deze kaart 2 stuks. En dan mag iedereen om de beurt aanvallen met de wapens die hij heeft. Je levert daar een kogel voor in en je gaat dan kijken wat voor wapen je hebt. In dit geval heb ik een type 1 wapen. Daarna draai je zo'n kaart om en ik zie hier bij type 1 staan dat hij mist. Dat is nou net jammer, maar stel je voor als ik meer geluk had en ik had hier eentje waarbij type 1 staat dat ik 1 schade mag doen, dan pak ik zo'n schadesymbool. Die leg ik op de vijand neer en daarna leg ik zo'n tokentje van mezelf op de A neer. En daarna mag ik ook nog 1 stap omhoog op dit spoor en dat zorgt voor punten aan het einde van het spel. Daarna zijn de andere spelers aan de beurt als ze tenminste ook schade willen doen. En natuurlijk hoop je uiteindelijk daarmee een vijand te verslaan. Want als je een vijand verslaat, dan ga je kijken wie de bonus krijgt. En dan draai je deze kaart om, want daar staat uiteindelijk de bonus op. Hier een hele mooie upgrade. Ja, die zou ik ook wel willen hebben, ja. Mocht het je niet lukken om de vijanden te verslaan, ja, dan vallen ze natuurlijk jullie aan. Dan draai je wederom zo'n handig kaartje om en dan kijk je gewoon wat er eigenlijk gebeurt. En over het algemeen krijg jij dan ook schade. De laatste fase is de end of round en dan reset je een paar dingen, er komen wat nieuwe kaarten te liggen, je kent het wel. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat die boot 1 stap verder gaat. Hij gaat van de 1 naar de 2, et cetera. En dat is natuurlijk niet handig, want je wil zo snel mogelijk bij de boot komen en hoe verder hij vaart, hoe meer stappen jij moet zetten om bij de boot te komen. Maar dat is eigenlijk de end of round en dan begin je weer opnieuw totdat je bij de einde spelbonus aankomt. Nou inderdaad, en dat gebeurt dus op het moment dat de Last Aurora naar plek 6 gaat en dan moet je hem eigenlijk bereikt zien te hebben. Mocht je hem bereikt hebben, dan ga je punten tellen en wint degene met de meeste punten. En als je hem bereikt hebt, dan ga je kijken naar de punten van jouw crewleden. Als dat niet gelukt is, niemand heeft de Last Aurora bereikt. Je blijft achter op deze plek waar niemand blij van wordt. Maar ook dan ga je naar punten kijken. Maar dan kijk je niet naar de punten van jouw personen, want die overleven het waarschijnlijk toch niet. Pijnlijk, maar waar. Pijnlijk. Je gaat kijken naar de upgrades van je auto en de punten die daarop staan. Nou, dan wint ook degene met de meeste punten of die er blij mee moet zijn. Dat kun je je afvragen, maar dat probeer je dus. Je probeert als eerste het schip te bereiken, dan ga je punten tellen. Lukt dat niet, dan tel je alsnog punten, maar is niemand heel vrolijk. Maar goed, dat is hoe je het spel speelt. Wat vinden wij van The Last Aurora? Nou, ik trap hem even af. Ik vind het fantastisch. Ja, het is echt een super tof spel. Het is heel thematisch. Nou weet ik niet of je nou zo blij wordt van dit thema. Maar het is super leuk gedaan. Je bent dus echt op weg naar die laatste boot. Je krijgt bijna gevoel voor je crewleden dat je echt die boot wil bereiken. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Want oké, 9 van de 10 keer haal ik de boot niet. Ik ook regelmatig niet. Maar goed, alsnog heb je dan leuk gespeeld. Want je hebt je wagen geüpgrade wat super leuk is. En inderdaad je crewleden geüpgrade. En kijk, het is wel een duister thema. Ja. Maar het wordt nooit echt smerig of zo. Nee, het is niet dat je geen rare dingen. Het zijn niet allemaal smerige zombies die weet ik het wat voor dingen doen. Nee. Het is gewoon een duister thema. Maar in principe kun je met heel veel mensen spelen. Ja, en ik vind het ook zo leuk dat je die auto kan upgraden. En dan lopen die tekeningen zo prachtig door. En dan kan je heel goed kijken naar wat wil ik nou eigenlijk. Je kan extra crewleden aannemen met bonussen. Je kan die grondstoffen verzamelen. Die zijn ook heel belangrijk, want die heb je dus nodig om te lopen. Je hebt ze nodig om je kaarten weer terug te winnen. Je hebt ze nodig om te schieten. En het is ook best wel schaars. Je hebt namelijk echt niet altijd alle grondstoffen die je nodig hebt. Dus dan kan je weer niet lopen. Of je hebt weer geen kogel terwijl je onder vuur ligt van allerlei vijanden. Helemaal niet handig. Dus je moet echt heel erg werken met die schaarste. Nou, inderdaad. Er is niet heel veel, maar daardoor is het wel telkens anders. Want die kaarten zijn telkens net anders die er liggen. Dus elk potje voelt weer nieuw aan. Ja, het is een beetje een verborgen parel. Ja, want eigenlijk wel, hè? Ja, het is niet een spel wat heel veel mensen kennen. Hij loopt ook niet extreem hard in de shop, maar laat je daar niet door tegenhouden, want het is gewoon een heel goed spel. En juist als je op zoek bent naar een wat meer bijzonderder spel, wat gewoon origineel is, want dat is het zeker. Het is niet een standaard worker placement of iets dergelijks. Een origineel spel met een leuk thema, een race elementje. Ja, ik ben gewoon heel enthousiast. Ik ben het helemaal met je eens. Dus ik denk dat voor heel veel spelers The Last Aurora een dikke aanrader is.